We zitten in de kleine droge tijd. Volgens de meteorologische dienst kan de hitte die daarmee gepaard gaat nog enkele dagen aanhouden. Het Korps Brandweer Suriname, KBS, rukt dagelijks gemiddeld 30 keren uit naar een gras- of vuilbrand. Grasbranden kunnen spontaan ontstaan, maar vaak is het door menselijk handelen. Door de vele meldingen die dagelijks binnenkomen, is de brandweer niet in staat om op elke locatie op tijd aanwezig te zijn. Zo meldt het NII in een persbericht. Het verbranden van gras en of huisvuil heeft meerdere aspecten dan alleen brandveiligheid. Dit onmaatschappelijk gedrag heeft ook schadelijke effecten op het milieu, vooral in woonwijken. Het KBS doet daarom een beroep op een ieder om geen vuil of gras onnodig te verbranden. Aan personen die dit toch doen, wordt gevraagd dit achterwege te laten. Op de gemeenschap wordt ook een beroep gedaan om bij het ontdekken van brand gelijk de brandweer te bellen op het nummer 110. Op kampeerders, recreanten, vissers, jagers en anderen wordt een dringend beroep gedaan verantwoord om te gaan met de natuur. Met name doet de brandweer een beroep op deze groep om sigarettenpeukjes uit te doven of de as in een asbak te doen. Voorkom het koken onder bomen. Let op laaghangende, dorre takken. Houd uw vuurplek op minimaal 3 meter schoon en geheel vrij van ander brandbaar materiaal. De brandweer benadrukt dat het stichten van vuil- of grasbranden bij wet verboden is.